Dit is Noeska. Een van de meest zachtmoedige mensen die ik ken. En dit is Noeska. Het grootste bokstalent van Nederland. Na de eerste gouden medailles is het vizier nu gericht op de Olympische Spelen in Londen. Om naast mijn vriendin ook de bokster te leren kennen, vergezel ik haar naar belangrijke toernooien. Op jacht naar medailles en souvenirs. Oh, kijk die kikker. Oh my god. Ja, ik vind het eng om naar boven te kijken, alsof hij zo erg van met zo'n Meestal is zij dapperder. En enkele keer ik. Eén vraag steekt boven alles uit. Wie staat er nu eigenlijk in de ring? Mijn laconieke klasgenoot of een nietsontziende vechtmachine? Directe hoek, directe. Hup. Niet te ver zoals wij die hoek. Hup. Hup. Vier. Hup. En hup. En hup. Nadat de samenwerking met haar kickbokstrainer is stuk gelopen, vervolgt Noeska haar Olympische voorbereiding met Arnold van der Leijden. De resultaten zijn goed, maar nu de Spelen zo dichtbij komen, is ze nog niet helemaal tevreden. In de oppervlakte gaat het best wel prima met ons, denk ik. En het komt ook omdat ik nu natuurlijk toernooien heb gehad, of wedstrijden, zoals tegen zo'n Ier, dat dan niet zo... Ja, niet zo heel belangrijk is, of dat, weet je wel, dat gaat dan wel. Alleen was meer bij mij de gedachte van naar de WK toe, alsof ik dan iets extra's nodig heb. Ik zat net te denken, toevallig nog aan Servië, weet je nog, dat ik toen was ik met die trainers. Dat was helemaal niks, zeg maar, ja, jij was toen ja, een heel vertrouwd persoon en daarom zijn we eigenlijk weer doorgegaan. Alleen dan in die top of in die punt gaat het ergens dan denk ik nog niet helemaal goed, maar verder... Die situatie... Die creëer je ook zelf. Ja, dat, waarom? Dat omdat je vanaf het begin absoluut niet 100% commitment hebt. Ja. En dat komt door het verleden. En waar we allemaal weten, de situatie die jij het liefste wil. Want je wilt gewoon met verkiezing. Je hebt mij vanaf het begin nooit de kans gegeven om echt met jou goed te werken. En altijd toch met de handrem op. Ik weet niet hoe jij dat voelt, maar bij mij komt het zo over. Ja, al zou je helemaal niet weten waardoor het komt. Ja. Het feit dat het er is, dat kan je niet negeren. Zeg. Ik ga even door. Sorry. Noeska heeft voorgesteld aan mij. Ik pas hetgene toe wat ik in Ierland heb. Arnold, zou je? Klopt, hè? Ja. Ander alternatief. Arnold Verkier. Dat was twee. Nou, maar dat was eigenlijk één. Ja, ik zeg het. Ja, absoluut. Zeker is één. Geen optie. Ja, ja. Einde is geen optie. Als dat dan niet kan, hè? Dat is tonduk. De ideale situatie zou zijn dat Sauri erbij is, dat hij jou kan begeleiden en hard trainen in Ierland. Het zou een mooi plaatje zijn voor China en de kwalificatie te realiseren. Dat is eigenlijk wat je wil. Ja. En wat ik ook als ideale situatie zie. On to go! Tens!
zaken. You're a tall girl, very good extension. And I know how everybody try to come to you close. You take my advice. Yeah. You have to fight a long distance. Yeah. Okay, nobody can beat you. Nobody, believe me. Hoewel Nuska de afgelopen maanden regelmatig in het Boxwalhalla in Dublin heeft mogen trainen, krijgt Louis het niet voor elkaar dat haar Ierse trainer, Zalry, ook tijdens het WK aan de ring mag staan. Aan de vooravond van het cruciale kwalificatietoernooi zit Nuska voor de zoveelste keer zonder coach. Normaal gesproken, als jij naar de Olympische Spelen toewerkt, werk je in een cyclus van 4 jaar. En in die 4 jaar ga je een commitment aan met een bepaalde staf, waar jij van denkt dat ze de beste zijn. En 4 jaar lang ga je dan naar het ultieme doel toewerken. Dat is de normale situatie. Maar goed, de ervaring heeft haar geleerd dat de situatie rondom haar heen steeds onrustig is en dat er steeds dingen veranderen. Als je dichter bij de Olympische Spelen komt, dan worden de belangen groter. Hè? Niet dat ik dat niet snap, dat snap ik wel. Maar dan komen de andere spelregels. Hè? Er werd een technisch directeur aangesteld vanuit het judo. Dus die ook relatief ervaren is en die me ook enorm goed kon helpen om dat stuk gewoon goed op poten te zetten. Dus voor mij is het echt een enorme zucht van verlichting dat Louis op het toneel is verschenen. Hey, ik ben zeker geen Johan Cruijff. Maar ik heb wel als trainer-coach mijn sporen verdiend in de topsport. Ook als sporter. Dus die ervaring neem ik mee. Ik heb met hem hier gezeten. Hij wist nog geen eens hoe lang een ronde duurde. En daar hebben we het wel over de technisch directeur. Ik neem een verleden mee van topsport. Al 20, 30 jaar. En een goed paard maakt nog geen goed ruiter. We kennen de uitdrukking. Maar ja, een goed ruiter heeft wel een goed paard nodig om te presteren. Dan kunnen we ook een Ankie Vergunsen kunnen we ook vragen bij de boksbond. Hoe doe jij dat met je paard? Ik noem maar iets raars. Het is altijd een spanningsveld. Maak ik als technisch directeur de juiste keuzes? Maak de sporter de juiste keuzes? Nu vind ik echt helemaal niks leuk eigenlijk. Ja. Maar dan moet je dus afvragen hoeveel je die Olympische Spelen waard is. Ja. Ja. Kijk, als je er vertrouwen in hebt, al zou het helemaal niet leuk zijn. Kijk, Ierland is ook niet echt leuk in je eentje zo'n appartement. Maar als je het gevoel hebt dat het goed is en dat het gaat lukken, dan hou je dat wel vol. Ja. Maar ik denk, als je het niet leuk vindt en je hebt ook niet het gevoel dat het gaat lukken, dan denk ik niet dat het... Nou ja, dat zien we dan wel weer, maar... Het verschil als ik met Fikiri zo lekker bezig ben, dan hebben we het echt naar ons zin of zo. Ze willen dat ik helemaal lossta. Ze hebben het over scheiden. Je moet een soort van scheiden. Maar ja, wat ik wel denk, al dat gezeik is wel heel de tijd, omdat jij toch bij Fikiri... Dat hebben ze ook gezegd, want daarom mag hij helemaal niet meer, want je houdt je daar aan vast. Ja, dat klopt, omdat ik weet dat het is. Dat is het goede, dus ja, raar hè? Ja, maar dat lijkt me ook echt zo dubbel. Het is echt stom. Het is echt zo vreselijk stom. Maar weet je wat Louis dan gisteren al zegt? Ja, maar dat het nou zo'n puinhoop is, heb je eigenlijk grotendeels gewoon zelf gedaan. Omdat ik het dan bijvoorbeeld niet goed met Arnold en Angela ben omgegeven. Omdat ik dat geen kans heb gegeven. Dit, zo, nou dan heb ik wel zin om eigenlijk op te staan en te zeggen, als één mannetje, een bepaalde man, nou een bepaalde uitspraak niet had gedaan, weet je waar ik dan nu stond? Augustus 2012 mag Fikiri wel weer in de ring. Toch? Ja. Na de Olympische Spelen denk ik, dan gaat het leven sowieso weer door. Maar, in deze tijd dan. Thank you.
tijd schaduwboksen. Noeski. Noeski. Ja? Je telefoonkabel. Of heb je dat niet nodig? Ja, ja. Ik neem eigenlijk toch maar gewoon die Adidas handschoenen mee, want het slaat nergens op. Maar wat is deze stekker dan? Ja, dat is wel van een BlackBerry, dus extra of zo. Oké. Kan ik beter die handschoenen meenemen die ik gewend ben dan dat ik nu weer... Ja, oké. Toch? Ja, ja, zeker. Dus dan doe ik maar gewoon die. 73. Oké. Nee, dan moet je weer eraf. Ja. En dan met alles. Hou hem voor je, hou hem voor. 92,3. Dus dat is nog minder dan 20 kilo. Ik heb wel bij. Yes. Ja, rockzaam ijs, hè. Nu best. Yes. Dat je bent het wel. Je bent een champ, toch? Yes. Bye bye. Can I see it? What's in there? Can I see it? Okay. Can you make this? Nice, beautiful. Can you make it? Yeah. Yeah? Eindelijk, de wereldkampioenschappen in China. Noes staat weliswaar zevende op de wereldranglijst, maar moet zich hier wel bij de beste drie van Europa plaatsen om naar Londen te mogen. Eén verliespartij in de voorrondes betekent al het einde van de Olympische droom. Nu het toernooi echt begint, verdwijnt Noeska achter de hekken van het zwaar bewaakte sportcomplex. Geen gedeelde hotelkamer of informele praatjes deze keer. Voor het filmen heeft de Internationale Boksbond strenge regels opgesteld. De kleedkamers zijn verboden terrein en zodra we de camera richten op een van de deelnemers, worden we verwijderd. Accreditatie of niet. I just ask him. Yeah. The man with the... I don't mind. Zelfs de wedstrijd mogen we niet filmen. Maar als ze ineens voor me staat, vlak voor haar eerste WK-duel, kan ik het niet laten. Niet geschoten, altijd mis. Hallo. Je had nog een leuke film, ja. We worden definitief naar de tribune verbannen. Verboden om te kijken. Achter ons slaat Noeska haar eerste tegenstander het toernooi uit. Natuka Fontichin, representing Netherlands. Tot morgen. Hey!
Je zal het altijd zien. Als niks helemaal nergens meer toe doet, let geen bewaker meer op me en kan ik zomaar doorlopen. Ja, het is echt ongelooflijk. 1918. Ja, ik weet ook niet hoe het voor elkaar kreeg. Ja, het is klaar. Ja, dat komt goed. Het komt helemaal niet goed. Het komt echt helemaal niet goed. Jezus. Goddomme. Hoe krijgen we dat voor elkaar in de laatste 7 seconden? Dat is precies, die heeft het nog 7 seconden. Ik weet wel, die man die doet die hand omhoog, het hele publiek roept boe. Hij denkt, oh, ik moet even rechttrekken. Ja, toch? Godverdomme, weg. Oh, jezus. Hier krijg ik zo lang spijt van, nog van dit. En eigenlijk doe ik het keer op keer, overal waar ik kom. Altijd zilver, altijd laat ik het net liggen. Ik vind het echt vreselijk voor je. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik vind het echt heel erg. Ik had het zo graag gegund. Dankjewel. Echt. Ik vind het echt op. Ja, het is... Klaar? Ja. Sorry. Yes, yes. Long. Oh, ik heb wel... Ja. Ik ben gewoon nog niet goed genoeg. Dat is echt... Nee, maar dat is echt zo. Ik ben nog niet... Ik ben eigenlijk al die tijd... Ik ben niet zoals ik wil dat ik... Weet je wel, dat ik was. Ik ben in Ierland gegaan. Ik heb al die schrijfbewegingen geleerd. Maar ik kan het nog niet in het echt. Ik moet al veel beter zijn. Ja, oké. Maar kijk tegen die andere bronnen. Ja, oud verleden. Daar heb je niks aan. Dat was toen leuk, maar... Ga jij? Wat zeg je? Ga jij mee? Als je die weg doet, kan je mee misschien. Of niet? Dan moet je misschien de camera weg doen. In 2013 komt eerst weer een EK en daarna komt er weer een WK. Dus dan groei je daar wel weer naartoe. En ja, dit is wel het juiste jaar, denk ik, om mijn school weer op te pakken. Nu eigenlijk gewoon wil ik het gewoon volgend jaar in één keer afmaken. En dan, dan kan ik inderdaad ook daarna weer makkelijk naar 2016 door. Ja. En als we nou gaan kijken... Kwartaal 1 van jaar 2 is helemaal klaar. Kwartaal 2 van jaar 2 heb je dan nog één kennistoets. Dan heb je klinische les. Oh ja. Toen niet voldoende is, daar moeten we volgens mij even naar kijken. Ja. SLC van studieloopbaancoach in jaar 2. Dan heb je in jaar 3, kwartaal 1. Is het fout? Een moment. Ja, deze moet hier. Hij moet gekruist zijn. Hè? Ja. Ik vind hem mooi. Hij ziet er anders uit dan vorig jaar. Mooier, toch? Welke haar heb jij het over? Goed aan die randjes, hè, want daar verbrandt het al. Hier, ja. Deze randjes.